Hoi, wat leuk dat je kijkt. We zijn vandaag bij LTC Plaswijck bij het project Senior Fit. Deze vereniging probeert ouderen op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen en de sociale contacten te bevorderen. Goedemorgen Corrie. Hallo, welkom op Plaswijck bij de Senior Fit. Mijn naam is Nathan. Wat gaan we doen, Corrie? De groep begint altijd met wat loopoefeningen en een warming-up. Laten we mee gaan doen, ja zeker weten. Okay. Ja. Senior Fit is een beweeg- en fitnesssessie voor ouderen met als doel om hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren. Corrie, hoe lang doet u dit al? 2 jaar. 2 jaar nu. En hoe belangrijk is dit voor u? Ik vind het erg leuk om mensen vooruit te zien gaan in hun bewegingspatroon. Ja. Voelt u zich ook beter na de oefeningen? Ja, het is altijd lekker om buiten te zijn en beweging met buiten gecombineerd. Vind ik altijd heel prettig. Ja? Maar als je dus helemaal niet sport, dan is dit toch wel een hele goede oefening. Ja. Nee, begrijpelijk. Ja, wij vinden als vereniging dat je meer moet zijn dan alleen maar de verschaffer van tennismogelijkheden voor je eigen leden. Maar ook moet kijken naar je omgeving en kijken hoe je een maatschappelijke rol kan vervullen. En Corrie, wat vindt u nou de leukste oefening om te doen? Ik tennis graag. U tennis graag? Dat gaan we zo ook nog doen? Ja. Oké. In combinatie met een stukje fitheid via de fysiotherapie. Ja, ik denk dat het een toegevoegde waarde is voor ouderen om weer te gaan bewegen. De oefening die we gaan doen is een hele bekende voor jullie. We starten straks bij streepje 1. Je krijgt een voorhand. Ja, rustig naartoe stappen, spelen en weer terug. Backhand, rustig naartoe stappen en spelen. Ik heb gehoord dat u geopereerd bent aan uw heup. Ja. Jee, maar hoe lang is dat geleden? Want half jaar jong. En nog steeds heb ik dat het niet allemaal voelt zoals het hoort. Ja. Ik had gedacht dat je dan weer alles achter je kon laten. Ja. En dat blijkt toch niet zo te zijn. Ja, ze hakken dwars door zo'n spier heen. Hadden ze niet te doen. Maar leuk om te zien dat u zo actief en zo fanatiek bent met de tennis. De eerste keer dat wij hen zagen, bijna iedereen kwam naar mij toe om te zeggen: je moet wel een beetje voorzichtig met me zijn, want ik kan niet zoveel. En ik heb ook nooit getennist, dus ik weet helemaal niet of dit gaat. Binnen een aantal sessies zag je dat die mensen met zekerheid gingen bewegen. Ja! Oh ja. Ja. Wat leuk om te doen, jongens. Ik denk dat dit een aardig opstapje is naar wat meer bewegen. En ook het sociale aspect. Ja, dat we met elkaar bezig zijn, een beetje kletsen achteraf. Nathan, hoe is je bevallen hier? Corrie, ik heb het geweldig gevonden. Dat klinkt goed. En ik heb echt van jullie genoten. Maar hoe belangrijk is nou eigenlijk dat sociale gedeelte, wat jullie nu doen met elkaar aan de eettafel? Dat is een heel leuk extraatje. Iedereen vindt het gezellig en je hebt toch wel trek na zo'n uurtje. Dus dan is het altijd heerlijk om hier lekkere soep te eten en een gezond glas jus d'orange. En daar sluiten we graag mee af. Nou, eet smakelijk nog allemaal. Dankjewel. Ja.